Krooswijk. Grauwe muren. Smalle straten. Kerkhoven. Hoge huizen. Maar goede mensen die zoeken naar ontmoeting, gezelligheid, ontspanning. Thank you.
Thank you.
Rooswijk leeft. Door de vier moeders tijdens de naaicursus onder kundige leiding. Vaardigheid met de naaimachine, schaar en naald toveren mooie resultaten. De handarbeid, waarop deze meisjes dol zijn. Van simpel materiaal zien zij iets moois ontstaan. Heerlijk dit in zichzelf te kunnen ontwikkelen tijdens de vele spelen in de sportzaal. Waar het samenspel van jongs af aan geleerd wordt om dit later ook te hanteren buiten de sport of spel, in het gezin of op werk. Krooswijk leeft door de jongens die zich trachten te ontspannen en te wedijveren met tafeltennissen, dammen en biljarten. Spannend en verrassend is steeds de uitslag van de wekelijkse klaverjasavond. Vaders en moeders vinden een rustpauze na hun dagtaak. Krooswijk leeft in de judosport, waar aan zelfbeheersing en sportiviteit hoge eisen gesteld worden. Door de kleintjes, die na het betalen van de contributie zich eenvoudig weten te vermaken met kleine speelwerktuigjes in ruime zalen. Voor de prachtige bewegingen van het ballet, een spel van gratie en charme.
ook zelfs voor de oudere jeugd die graag naar de lagere school weer iets wil leren. Namelijk handelskennis, rekenen, taal. Door de vele moeders tijdens haar wekelijks onderonsje, waar humor en gesprek dooreengeweven zijn. Rooswijk leeft in het Martinushuis. Waar men elkaar ontmoet, met elkaar zingt, speelt en danst. Waar men tezamen ook op weg is naar God, die iedere zondag de Martinusfamilie bijeenziet rond het altaar tijdens de Heilige Mis in eigen kapel, door eigen mensen verbouwd tot een waardig centrum van Gods ontmoeting en godsdienstbeleving, noodzakelijk voor het blijvend geluk van iedere mens. Op dat Rooswijk goed en gelukkig leeft.